Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. We staan namelijk op het perron, want wij gaan naar Gent. De trein is om 11:16, dus we gaan even wachten. Want het is nu rond. Ik had het niet gelezen. We hebben nog wel even tijd. Er komt trouwens aan de trein. Ik vind ze een beetje vroeger. Wat is hem? Ondertussen ben ik aangekomen in Gent Sint-Pieters om precies te zijn. Dus kijk eens hoe mooi uitzicht dat we hebben. Ik weet te weinig met mensen mee te filmen, dat kan niet altijd. En dat is herkenbaar als je in Gent Sint-Pieters toekomt. Dus het is wel een mooie lucht, dus het is, maar wel veel wind, het is wel een beetje koud. Dat vind ik persoonlijk. Maar ja, dat hangt van mens tot mens af, andere mensen zullen zeggen het is niet koud. Ja, ik wil heel graag naar het chaos zien, maar ik weet nog altijd niet welke tram ik moet hebben, dus dat gaat dan niet. Tenzij dat ik het eens vraag aan het infopunt, dat kan ik al niet doen, iets vragen. En misschien kan ik er ook nog naar winkels gaan of zo, maar dan moet ik nog eens wel een beetje bekijken wat ik dus ga doen. Maar ik ben wel blij dat ik hier ben aangekomen. Kijk, het is prachtig. Onder water. Er zijn wel huisjes bij elkaar. Het is wel heel mooi. Er zijn wel huisjes. Dat is gewoon eigenlijk. Mooi, kijk. Dan heb je dat mooi gebouw daar. Dat is wel heel mooi. Ik weet niet helemaal waar ik zit, maar ik ben gewoon afgestapt. Dus, na lang zoeken heb ik het er gevonden eigenlijk. We zijn eigenlijk in de Winkelstraat. Dus dit is wat er niet gestart. Ik ben er heel blij mee. Ik ben even benieuwd welke winkel ze zijn hier hebben. Dus we gaan sowieso ergens iets kopen. Hier is ook een winkeltje dat we ook hebben. En heel leuk en gezellig. Natuurlijk om dit ook te vinden. Dat ben het toch zover lukt. Hè. Dat is natuurlijk altijd in de winkelstraat. Dus die winkels hebben ze ook. Eigenlijk is het wel. Ze hebben een uitvat en zo. Het is wel een heel lange winkelstraat, denk ik. Dat is wel leuk. Ik ben wel blij. Als ik dus meer zie. Dat is een heel mooi gebouw. Het is hier heel mooi. Het is echt prachtig eigenlijk als je het ziet. Ik weet niet of je dat vindt, maar ik vind het echt heel mooi. Dus om hier te mogen lopen. Het heeft echt er iets. Al die oude dingen allemaal. Prachtig. Zeer schoon. Je ziet het reusrad. Ik zou het ook kunnen draaien. Ik weet niet of ik geld kan afhalen. Als ik geld kan afhalen, dan ga ik dat in. Kan ik niet. Dan zal het niks worden, want ik kan niet met kerken niet betalen. Dus dan zal dat niet veel worden. Hè. Maar laten we eerst al eens kijken in andere winkels. Ik ben al in de Lush-winkel geweest, want dus hadden ze heel veel verschillende mannetjes. Dat vond ik wel leuk, want ja, die gaan wel sowieso uittesten. Ze gaat die sowieso nog zien voorbij komen. Een van deze. Ja, daar sowieso op dinsdag, maar ja. Je gaat dat wel zien, dus dat komt daarop. Maar we zijn nu aan het graven stenen en dat vind ik echt wel speciaal. Ik ben hier ooit geweest. Toen was ik, pak ik 8 jaar was of zo, 9. En dat doen we wel een beetje erin. Dus dat vind ik al leuk dat we dat nu eindelijk kunnen zien. Ik ga het ook de kamer om te gaan zien. Daar staat hij. En het graven steen is echt wel heel mooi en leuk. Dus prachtig. Het kasteel. Je wilt er nu niet geen prins zijn of een prinses. Dat is hem. Gaan bezoeken doe ik wel eens een andere keer. Maar ik vind het wel leuk dat hij. Dat is het kasteel. Mooi. Ik weet dat ik hier binnen geweest ben ooit en dat was echt heel mooi om te zien. Dat was echt super.
Dus ik ben blij dat ik het gevonden heb. Kijk eens hoe het uitzicht. We zijn namelijk nu in het Reuzenrad. En dit zie je allemaal. Echt heel veel mooie dingen over de stad. En hier zit er namelijk in. Ik ben echt blij, hoor. Ik heb dat gedaan. Dus. Maar zeg, moeten we wel naar huis, want anders zijn we te laat thuis. Niet dat er echt nu nog gesproken is of zo. Maar. Het is wel leuk eigenlijk, zo eens op je eigen doen. Echt wel leuk. Dan ben je zo liever beneden zo. Ik vind het wel heel prachtig. Moet ik zien dat we de camera niet laten zien. En zo gaan we er naar beneden. Mooi. Prachtig. Hoe stil wat worden eigenlijk, ja. Ik heb hoeveel betaald? 6 euro of 7 euro betaald voor een Reuzenrad te gaan. Dus moet ik al mooie prijzen eigenlijk om te betalen. Dus hopelijk hebben jullie genoten van een beetje klein, een beetje Gent. Doe de duimpjes omhoog en vergeet dat je niet te abonneren. En binnenkort kom ik zeker eens terug met iemand van de familie om meer dingen te kunnen bekijken. Tot ziens!